Écoutez, c'est la voix du rêve qui revient chanter en nos cœurs. Une aurore seule. Rudolf Naas is een Noorse illustrator die zelf ook in Natsvaarle gezeten heeft. Hij heeft na de oorlog, op grond van zijn herinneringen, in een aantal schetsen geprobeerd om het dagelijks leven in het kamp vast te leggen. Het dagelijks leven bestond voor een groot deel uit het werken in de steengroeven. Want dit kamp was hier geplaatst omdat er een steengroeve was waar kostbaar roze graniet gewonnen kon worden. Dat was zwaar werk. Met dynamiet moest dat graniet losgemaakt worden en met houwelen werden er kleinere stukken en brokken van gemaakt die vervolgens met de hand in kiepwagens gewerkt moesten worden. En dan dat onder een voortdurende dreiging van mishandeling als je niet hard genoeg werkte, vermoeidheid vanwege het zware werk, het gebrek aan eten, de kou, want de steengroeve lag op een noordhelling op een behoorlijke hoogte, was er 800 meter, dus het kon een ongelooflijk koud zijn. Ja, en je ziet hier op deze tekeningen eigenlijk in een paar schetsen weer gegeven hoe het leven er daaruit zag.